Nog 12 dagen en dan beginnen in Londen de Olympische Spelen. Aan de andere kant van de wereld intussen, in Mongolië, houden ze op dit moment hun eigen versie van de Spelen. De Mongolen vieren het jaarlijkse Nadam-festival met traditionele sporten zoals paardrijden, boogschieten en worstelen. Tom van de Wegen ging er eens kijken. Bewoners van het stadje Darkhan in Centraal-Mongolië zakken af naar de uitgestrekte graslanden voor het Nadam-festival. Ze komen kijken naar de eerste discipline van de drie traditionele mannensporten, het paardrijden. De ruitertjes zijn gemiddeld 9 jaar oud. Ze razen 10 kilometer lang over de steppen zonder de paarden te sparen. De winnaar wordt door een enthousiaste menigte onthaald als een koning. Iedereen wil het zweet van het winnende paard aanraken en op zijn voorhoofd uitwrijven, omdat dat geluk brengt. De tweede discipline voor de nakomelingen van Genghis Khan is het boogschieten. Maar het meest spectaculaire is het Mongoolse worstelen. Stoere binken in minibroekjes moeten elkaar zo vlug mogelijk vloeren. De winnaar krijgt geen gouden medaille, maar wordt gekroond tot leeuw. Hij bootst de beweging na van een adelaar om zijn kracht te tonen. Waar is dat? Arojilotjinda. Toch komen deze typische nomadensporten onder druk te staan. Mongolië kent dankzij een bloeiende mijnindustrie een snelle economische ontwikkeling, waardoor steeds meer jongeren naar de hoofdstad Ulaanbaatar verhuizen. Gevreesd wordt dat ze daardoor de voeling met deze traditie kwijt zullen geraken. Dit Nadam-festival is het meest populaire festival van Mongolië. Volgens sommigen is het folklore, anderen noemen het de Mongoolse versie van de Olympische Spelen. Tom van de Wegen, VRT Nieuws, Darkhan.